Nou, jullie zien het. De aardappels zijn ben ik bezig met bakken. En nou ja, goed. Ik laat jullie zo nog even verder zien. Kijk, dat gaat goed, jongens. Het worden hele mooie gebakken aardappeltjes. Ik heb er al een paar in de pan, want die gingen dan een beetje te hard. En dat ziet er echt lekker uit. Oh, heerlijk. Het eindresultaat laat ik jullie zo meteen zien. Doe ik de schuifpui open, mensen, en kijk nou toch eens. Nico die is toch bezig met wat lekkers aan het klaarmaken. Oh, het ruikt helemaal heerlijk. Wauw. Wat is hij aan het maken, Jok? Paprika, ui, champignons. Oh, er zitten daar de champignons in. En dan... Wauw. Kijk, je bent alles weer op de grond. Gooi alles weer op de grond, hoor. Ja, het trouwens had... De licht zat. Je kent hier van de grond uit. En dit is de kip, die is in de grill. Ja, de kip. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Dankjewel, David. Ja, dankjewel, David. Nou, jullie hebben de aardappels gezien. En de laatste hand wordt gelegd aan de biefstuk. Kijk. Biefstuk is lekker. Joke heeft een biefstukkie en Nico heeft de uitjes. Goh, die maakt foto's. Oh, geweldig. Dit is de chicken. Aardappeltjes. Ja. Aardappelen. Biefstuk. Ah. Nou mensen, ik zou zeggen, eet smakelijk. Kijk, waarom jongens. Waarom doet het erin? Ja, maar toch is het. Dit is de kip. Ja? Nee, ik heb dat even doorgestuurd. Dit was de kip. Want ik kreeg wat heb je doorgestuurd? Dit was de kip. Kijk. Deze hadden we van David gehad, die kip. Dus David is de zoon van Nico. En Joke. En Joke ook? Ja, ja. Oh, oké. Okay, okay, okay. Ja, die deed ook David mee. En Joke dan. En Joke deed ook mee. En dus lieten we even zien aan hem een fotootje sturen via WhatsApp van oh, kijk eens wat een ongelofelijke lekkere kip jij hebt. Oh, het is gewoon een vreedfestijn. Ja. Nou, we gaan weer eten voor de verandering. We eten een lekkere krentenbolletjes en hebben we gehaald, verse krentenbollen. Hoe laat is het? Met een plakje kaas. Het is ja, 2:50. Terwijl. Nou, dan tegen die tijd we vanavond... Oh, en kijk eens. Is het mooi weer of is het mooi weer? Zoek je, schat. Ongekend. Hier. Kijk. Dit is de broodjes. Die hebben we weer even op de kedak gedaan. Want Joke wil graag wit brood. En Mago en ik nemen bruin brood. En kijk. En dan gaan we dit gaan we doen. Nou. Hoe vinden jullie dit? Het is toch een feest. Een wereldfeest. En weet je, we hadden een buffet gekregen van David. David is de zoon van Nico. Kijk, en daar heb ik even een soort biefstukjes van gemaakt. En wat we over hadden, kijk. Oh, dat gaat wel erg hard. Ja, dat zag de kinder niet. Nee, dat zag de kinder niet. Nou, misschien dat we dan de deksel er niet helemaal op moeten zetten. Zo. Nee, dat moet je ook niet doen. En dan valt telkens weer terug. Gewoon ik denk dat we het beter weer afhalen. Zo, ja. En als je lekker zachtjes aan het pruttelen, dan is dat dan een uurtje of twee pruttelt, dan... kijk. Kijk, en dit is dan het resultaat. Prachtige mooie bruine bolletjes, rondom bruin. En lekkere croissantjes. Oh, heerlijke tongenworst. Nou, ben je er blij mee? Nou, onlangs. Kijk mensen, dit zijn bonenschotel van wie? Albert Heijn. Albert Heijn, bonenschotel met spekkies. En kijk. Rundvlees, gesudderd. Aardappeltjes. Dus je hoeft de rest van de week niet meer te eten. En dan heb ik mijn buiten, dat ga ik even laten zien, want dat is wel heel erg belangrijk. Wil jij dit even roeren, dan ga ik even die andere aanzetten weer, want anders wordt het koud. En dan kijk. Hier. Oh, een macaronischotel van hier tot aan Jeruzalem. Dat ziet er toch lekker uit. Ja, we blijven eten mensen en jullie zien het,
Het is echt ongelooflijk. Oh, je kan het niet goed zien, maar het is een prachtig uitzicht. Het zijn klikjes, hè? Nou, kijk dan, mensen. Klikjes. Een heerlijke bonusschotel. Wow, met je klikjes, echt niet. Jawel. Dat vlees is een klikkie, hadden we over van gisteren. Aardappelen. Macaroni. Macaroni. Kijk, zo. Nico ook. Een grote schotel. Ik weet niet meer eens dat het over was van gisteren. Dit hebben we speciaal voor vandaag gemaakt. Daar zitten kleine dingetjes in van de wok van gisteren. Dus dat is een klikkie. Oké, en rust maar. Nee, die deksel is eraf. Wat dan? Kijk dan. Er hoort nog aardappels bij. Ja, ja, dat wel. Vind ik niet hoor. Eet jij bij bonen aardappelen? Ik heb sowieso geen bonen. Ja, ik eet alleen maar witte bonen en tomatensaus. Oh, kijk dan jongens. Ik heb een heerlijke krentenbol. En die hebben we hier in het Hemelrijk gekocht. Kijk. Dan zijn we hier zelf pindasaus aan het maken. En een balletje gehakt. Dit is een balletje gehakt met ui. En dit is een balletje gehakt met ui. En dat is voor Nico en voor mij. En dan dat kleine balletje is voor Joke en dat grote balletje is voor Margot. Daar zit helemaal niets in. Daar hebben we wat champignons en paprika bij gedaan. Echt heerlijk. Dan hebben we een heerlijke rundvleessalade. Kijk, dat was nog over van het rundvlees van gisteren. En we hebben een heerlijke karamel fudge cake. En nog 3 eitjes die we elkaar naar de hoofd gaan gooien. Dus het wordt echt smikkelen en smullen, vriend. Nou, waarom zijn we nou al terug bij de camper? Omdat jij weer trek hebt. Je wil weer eten. Nou, we zijn hier in de Knaus. En kijk nou toch eens, mensen. Wat een heerlijk zonnetje. Ongelooflijk. Echt heerlijk. En kijk. Die lucht. Oeh. Oh, het zijn wat schapenwolkjes, maar ze voorspelden voor vanmiddag natte sneeuw. En het zou de hele dag bewolkt zijn. En wat krijgen we? Een cadeautje. Nog even een paar zonnestraaltjes. Kijk hier zo. Heerlijk, hè? Nee, volgens het weerbericht is het nu niet zonnig. Kijk dan, volgens het weerbericht is het niet zonnig. Dat klokje van mij, daar word ik helemaal gek van. Die doet niets anders dan tegen mijn antwoorden. De Boersberg, dank jullie wel. Maandagochtend 4 januari. Het fijne verblijf op de mooie, prachtige, mooie SVR-camping. Nou, richting huis. Richting huis, wij hebben genoten in ieder geval. En we zijn vroeg, 9:45. Oh, 9:45. Ja. Oh, dat is heel vroeg, ja. Nou ja, maakt niet uit. Nee. Nou mensen, dit was dan de video's over ons verblijf in Doorwerth. Je hebt gezien, we hebben gezegd, we gaan naar huis. En we zijn nu onderwijl thuis. Ja, en we zijn alweer weg aan het wandelen. Ja, we zijn een stukje aan het wandelen. Ja, kijk, daar gaat nog eentje. Ja, mooi campertje. We doen altijd, als de Knaus thuis is, dan maken we hem helemaal schoon van binnen en van buiten. En dan is hij helemaal weer pik en span voor de volgende reis. Dat was wel en, nodig. Ja, dat was ook wel weer nodig. Ja, want die hand hadden die keer daarvoor natuurlijk niet kunnen doen. Nee, dus, nee. Nou ja, goed. In ieder geval, dit was het. Hiermee sluiten we ons Doorwerth weekje Doorwerth avontuur af. En het heeft eventjes geduurd, maar dat komt. Ik was al die video's aan het verzamelen over het eten. En En dat doet hij de hele dag, dus hij heeft wel even tijd gehad, hè? Het gaat. Ja. Is ook wel te zien, hè? Nou goed, jullie weten het. Duimpje wordt gewaardeerd. Notificatiebelletje. Als je abonneert, zet je het notificatiebelletje aan. En een reactie, heeft hij weer wat te doen. En een reactie, dan heb ik wat te doen. Ja, want het is wel een beetje stil zonder jullie, vind ik. Nou, oké, kom op. Oké, okay, nou. Nog 2 kilometer. Tot het volgende avontuur. Yes. We wachten het even af. We wachten het allemaal af.